Je ging huilen, Maarten, hè? Nee, dat niet. Voelen we dan badass? Je weet toch geen plek opdrukken en zo. Ja? Hoe ging je kijken door die blokjes rammen? Je ging huilen, hè, toen je niet zag dat het licht of donker was. De tijd ging langzaam, hè, man. Dat wel, ja. De eerste keer dacht ik, hij is licht. Toen ging ik slapen, werd ik wakker. Dat was nog steeds licht. Ik dacht, shit. Dat is wel leuk, man. Nee, Marvin, niet huilen, maar je wordt groot, jongen. Zelfs van de rook laten zien, een paar uur bijgekomen. Dus kijk toch een rij. Dus 60 gaat even mee en bijkomen, die 2 uur bijkomen bij. Maar tegenwoordig hier inderdaad mag je niet meer roken in de vuurschrift. Hij is lang, we hebben wel criminele activiteiten niet hier, hoor, alsjeblieft, dankjewel. Ja, dat is niet buiten de deur houden. Mijn dagen wel vast hier. Wat is het menu? Aslan. De idee wat ik al heel lang heb, waar ik mee bezig ben, wat ik net vroeg, hè? Zo'n collectief, zo'n stichting en dan mensen helpen, proberen mensen rekeningen te betalen, iedereen helpt elkaar en dat soort dingen. Uh-huh. Ik heb het al een paar keer over gedacht. Ik had het constant mee bezig, dus in plaats van dat ze nu noemen die kleren, elkaar helpen en mensen doneren, zo kan je elkaar. Dus het is, ik moet dan een hele stichting maken, officieel, weet je. Maar denk dat het haalbaar is. Denk dat ik het voor elkaar krijg om met mensen die mij helpen. Ik moet natuurlijk wel hulp daarvoor. Als je de juiste steun krijgt, wel, ja. Ja? Ja. Het zou wel wat zijn, hè? Het is ook een financieel stukje, ja. Maar hoezo? Ziekenfonds, belasting, alles werkt hetzelfde manier, man. Je investeert, je betaalt 10 euro, maar je huur wordt voor je betaald, bij wijze van spreken, één keer in zoveel tijd, bij wijze van, weet je, noem maar wat. Dan ga je richting de verzekeringen. Wij van spreken, zo'n soort iets. Maar gewoon voor elkaar, weet je, voor de mensen. Geen niemand, je hoeft niks in te vullen, geen brieven, niks. We helpen elkaar gewoon. Er is ook niemand krijgt geld ervan, er gaat ook geen geld uit. Het is van elkaar, weet je. Ik heb het toevallig 2 weken geleden ook gezien, hoor. Op Facebook, maar ik weet ja, dat is die jongen, die man is alvast ermee bezig, inderdaad. Ik wil met hem dat samen met die Francis, weet je wat ik bedoel? Ja. Ik deed het altijd met die kleding en op dat soort manieren en geld en doneren en mensen helpen en alles soort dingen. Maar nu op grotere schaal. Juist, ik was er al naartoe aan het werken. Daarom heb ik al een paar keer aangegeven met die stichting toch. Dat is een stichting. Dat ik echt, weet je, heel veel mensen vragen me, mag ik geld storten op je rekening? Maar ik heb altijd nee gezegd, want mensen, je merkt echt dat mensen erbij betrokken willen zijn. Snap ik bedoel, ze willen ook die goede daad voelen of doen. En dat moet ik mensen niet ontnemen. Mensen moet ik juist daarbij betrekken, vind ik. Snap wat ik bedoel? Dat is wel waar, ja. Maar dan wil ik wel een stap groter gaan. Maar ik kan dat niet alleen. Ik heb wel die hulp nodig van mensen. En ik ben bang dat daarin ik tekort ga komen, weet je. Dat ik niet iets opzet. Want zo'n stichting opzet kost al heel veel geld. Ja. Maar ik word iemand, weet je, iemand die het uitschrijft, in de gaten houdt. En ik wil ook vooral samen, dat mensen vooral samen beslissen, weet je, waar gaan we naartoe. Ik kan bijvoorbeeld ook zo doelen. Maar het is voor mij belangrijk gewoon dat je ook gewoon mensen betaalt. Mensen hebben lucht. Want kijk, als iemand in bewind is en heeft geen geld bijvoorbeeld, slangen. Je hebt bijvoorbeeld nu wat moeilijk. Je hebt dan geen bewind. Maar sommige mensen hebben dan bewind. Die kennen ook niet bij hun rekening. Die kennen dus niet bij geld. Maar die hebben geen boodschappen. Net zoals laatst, die verjaardag bijvoorbeeld. Die zoon's verjaardag komt eraan. Nou, jij helpt mij altijd, ik hou die spullen. Is hetzelfde. Alleen nu doe ik het allemaal zelf. Ik heb het al meer dan 1 jaar, doe ik alles uit mijn eigen zak betalen. Mm-hmm. Maar ik kan ook mensen erbij betrekken. Weet je wat ik bedoel? Omdat iedereen een beetje. Juist. Ja, ik snap dat wel. Hè. Hallo? Hallo? Ja, zeg maar. Hallo. Hoi. Zeg niet maar. Mijn vader van weg. Hij wil eigenlijk wel een elektronen. Omdat hij het altijd over weg heeft.
Ja. Ik ben de vader van Stefano. Hallo. Hey, hi. Wij met kennis te maken, want hij is vaak over Ben weg. En Wesley is toch ook een jongen die Stefano de grenzen aanreikt. Oh, ik had u toen geholpen, u bent die oude meneer die ik toen had geholpen, die ik het geld had gegeven. En ik zou met u zo, ik zou nog met uw zoon Stefano gaan praten. Nog een keer, ik heb dat niet goed begrepen. U bent die man die ik toen was tegengekomen s'avonds laat en ik had u dat geld toen gegeven. U bent toch die oudere meneer? U bent die oudere meneer toch, toen ik u bij u in de winkel, of toen ik u tegenkwam in de winkel, had ik u geld gegeven, want u kwam het geld tekort. Oh, dan praat u over Den Haag. Ja, in Den Haag, ja. En het is zo, ik zal het even kort toelichten, want ik val zo binnen en zo laat. Ja. Neemt u best niet kwalijk. Nee hoor. Het gaat om mijn zoon. Ja, Stefano was dat toch, Stefano? Stefano, ja. 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 En ik ben machteloos, ik ben verlamd. En ik ben dan, ja, ben ik van huis uit gezinsvoogd. Ja. Maar ik ben niet Stefano's gezinsvoogd, ik ja. ben niet gebouwdelaar, ik ben zijn vader. Ja, dus ja. Dat staat dichter bij je dan je op de werkvloer zit. Ja. Ja. En dat het thuis allemaal loopt en iedereen blij is en mag. Ja. En ik heb hem vanuit gedrag, vanuit een andere invalshoek, ja. Observeren. Ja. Ik ben op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Ja. Nogmaals, ik ben psychiatrisch verpleegkundige. Ja. En ik heb op de kliniek gewerkt van de Landsteeg, gevangeniswezen, vergeenschool, noem maar op. Ja. Maar dat doet er niet toe. Ja.